Maar eerst die andere hoofdpersoon uit deze uitzending, die een indrukwekkend plan had en er op onafvolgbare manier in slaagde wat hij in zijn hoofd had ook voor elkaar te krijgen. Voor een antwoord op de vraag, wie is hij, nemen we mee naar Landsmeer. Landsmeer. Hier op 7 kilometer ten noorden van Amsterdam ben je in een andere wereld. Het is de woonplaats van dit gezin, vader Dennis, moeder Colinda en zoon Myron Gebbink. Vader verkeert regelmatig in goed gezelschap van burgemeester Van der Laan, van Marco van Basten en Edwin van der Sar. Gebbink, bewonderd door Johan Cruijff. En ook zoon Dennis Gebbink was een goede bekende van Johan. Vader Dennis, hij draagt de eretitel Amsterdammer van het jaar en werd door koningin Beatrix benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Maar wie is hij dan wel, deze 50-jarige Dennis Gebbink? 15 jaar geleden kwam hij bij ons op kantoor met een plan of we konden helpen, bijvoorbeeld door publiciteit te geven aan zijn grootste ideeën. Maar die waren zo buiten proportie dat ik dacht, nou, een tikkie minder zou misschien bespreekbaar zijn, maar dit is veel te hoog gegrepen. Maar deze Dennis Gebbink zette door, ging ervoor, voor zijn sportcentrum voor gehandicapten. Want dat had hij in zijn hoofd. Niet een voetbal of een basketbalveldje, nee, het moest een compleet complex worden waar jongeren met een beperking niet alleen moesten kunnen voetballen, maar ook zwemmen, basketballen en atletiek en aerobics doen. Dennis Gebbink. Hij liet zich door niemand ontmoedigen of van de wijs brengen. Schreef een brief aan de gemeente, die was in. Benaderde het Ronald McDonald Fonds. Ging ook mee in de ambitieuze plannen. En zo kwam het er. Het Friendship Sports Center, gelegen aan de A10 in Amsterdam-Noord. Thuisbasis van de club Only Friends. Een megacomplex in Amsterdam-Noord. Voetbalvelden, een kruifkoord, atletiekbaan, een sporthal, fitnessruimtes. Een groot zwembad waar ook duikles gegeven wordt. Alles vind je hier. Je kunt er boksles krijgen. Jongeren met een handicap kunnen hier zelfs kickboksen. Daarmee heeft Dennis Gebbink het onmogelijke mogelijk gemaakt. Een hypermodern centrum, helemaal ingesteld op wie hier soms zelfs dagelijks komt om te sporten en vooral ook om plezier te hebben. Het Friendship Sportcenter is als een parel. Misschien wel het allermooiste sportcentrum wat ik ooit gezien heb in Europa. In Amsterdam-Noord, voor mensen met een beperking. Geweldig. Veel meer mensen moeten van het bestaan weten. Het is een uniek centrum, omdat daar nu al meer dan 640 kinderen met een beperking sporten. In een omgeving die werkelijk het allermooiste sportcentrum is van Europa. En die kinderen hebben daar plezier met elkaar. Die worden daar gezonder, zoals iedereen gezonder wordt van sport. Er is daar verbinding, want het zijn mensen uit alle rangen en standen van de samenleving. Ze leren met elkaar omgaan, ze worden opgevoed. Dat wordt iedereen in sport- en teamverband. Ja, je kan van dit centrum alleen maar blij worden. En van zo'n mooi centrum moeten zoveel mogelijk mensen gebruik maken. Dat kunnen er nog meer worden. En het moet natuurlijk eeuwig blijven bestaan. Dat eeuwig blijven bestaan, daar komen we zo op terug. Want de eerste vraag is, hoe kreeg Dennis Gebbink het voor elkaar? Waar haalde hij de wilskracht en het doorzettingsvermogen vandaan om al deze gehandicapten dag in dag uit te laten doen waar ze zin in hebben? De vraag is simpel te beantwoorden. Zijn onstuitbare ambitie kwam voort uit wat zijn gezin was overkomen. Dennis, 15 jaar geleden komt er een jonge man bij mij op kantoor en die zegt, ik heb een droom. Nou, ik geloof dat ons gesprek een kwartiertje duurde, want ik dacht, nou, die is niet helemaal goed. Nee, ik stond snel weer buiten, ja. En raad eens wat, je hebt het voor elkaar gekregen. Ja. 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 Voetbal is jouw leven, hè? Voetbal is mijn leven, ja. Sport is zo belangrijk in mijn leven geweest. Ik heb eigenlijk twee grote passies gehad. Dat is voetbal en kickboksen. Ja, en nu de vrouw, neem ik aan. Ja. Die telt daar toch ook bij? Ja, ja, absoluut. Mijn gezin uiteraard natuurlijk, ja. Dennis Gebbink, ooit topvoetballer bij de amateurs. In zijn leven draaide alles om sport en vooral om voetbal. Hij werd zelfs postbode omdat hij zo meer tijd zou hebben om te trainen. Hij en zijn Colinda kregen een zoon. Een jongen die niet alleen in de voetsporen van papa zou treden, nee, hij zou het veel verder moeten brengen. Tot het Nederlands elftal aan toe. Dat was papa's droom. Een droom, dat bleef het. Want vanaf de geboorte was het goed misgegaan. Myron Gebbink kwam na nog geen 32 weken ter wereld. Was zo klein dat hij op de onderarm van zijn moeder paste. Een couveuse kind. De eerste 2 maanden van zijn leven bleef hij in het ziekenhuis. Wees iets erop dat het zo vroeg geboorte zou worden? Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar het ging wel rommelig, de zwangerschap. Ja. Ja. Wat noem je rommelig?
Ja, tussentijdse bloedingen. Af en toe ja, toch wel naar de doktoren toe om foto's, echo's te laten maken. Ja. Ja, dus je voelde ergens wel als moeder van, gaat dit wel goed? Ja, ik had wel een gevoel van, laten we eerst maar even afwachten tot hij geboren is. Ja. En ik speelde toen bij SME Vogels en had ik getraind en dan snel naar Amsterdam rijden. Dan mochten we kangaroo. Dat is een methode, komt uit Afrika. En dan moet je zo helemaal je bovenlijf ontbloten en Myron ook helemaal bloot. En dan mocht je heerlijk zitten met hem. En dat waren zeg maar de beloningen van een hele dag werken, voetballen, trainen en dan lekker naar de couveuse afdeling toe. Neem de tijd, hij heeft wat in te halen, was de eerste diagnose van de artsen tegenover de verontruste jonge ouders. Maar toen Myron na 2,5 jaar nog niet reageerde op allerlei reflexen, schakelden Dennis en Colinda een neuroloog in van het VU ziekenhuis. De scan gaf het gevreesde uitsluitsel. Dennis was geboren met een hersenbeschadiging. Er zaten twee vlekjes op zijn hersenen, waardoor hij motorisch gehandicapt is. Aanvankelijk kon Myron bij het voetballen nog goed meekomen. Tot er bij de D-junioren op een groot veld gespeeld moest worden. Toen werd pijnlijk duidelijk hoe die eraan toe was. Vader Dennis kon het de eerste tijd nauwelijks verwerken. Dennis heeft wel altijd zijn emoties kunnen tonen. Dus ja, we kennen elkaar al zo lang. Dus dat was. Zo is hij wel Dennis gebleven. Alleen ja, die strijd die hij moest leveren, daarin toonde hij zich wel een andere man. Ja. De eerste tijd leefde in Dennis vooral woede en teleurstelling. Tot hij het punt bereikte waarop hij zijn frustratie wist om te zetten in actie. Hij dacht, Myron, en niet alleen hij, moet later toch ook kunnen blijven sporten. Dennis begon te trainen met een clubje van 8 jongens met een beperking. Vond helemaal zijn draai in het ze zo ver mogelijk proberen te brengen. Als gezegd, hij schreef die brief aan de gemeente die wilde meewerken. Ronald McDonald Fonds stelde zich achter het plan en een paar jaar later stond het er. Dat indrukwekkende complex waar tegenwoordig ruim 600 gehandicapte kinderen komen sporten. Ken jullie een paar minuten weer, hè, na die 15 jaar geleden ontmoeting. Maar je bent ook een heel emotioneel mens, denk ik. Ja, zeker. Ik denk dat dit een van nu toch mijn lot is geweest. Dat ik dit kan doen doordat ik er zo met mijn hele hem en houden in zit en ervoor ga. Ja, weet je, dat is wie ik ben. En ik geniet elke minuut dat ik op het veld ben of die kinderen op me afkomen rennen. Of ze een mooie paasje geven of iemand leert van een rolstoel gaat naar de rollator of van een rollator naar krukken. Ja, weet je, dat is mooier dan een doelpunt van Messi of Ronaldo of wat dan ook. Kijk, als kinderen al een lichamelijke beperking hebben of een andere beperking hebben. Dat wil niet zeggen dat ze daardoor geen plezier kunnen maken. En het feit dat je een centrum hebt hier waar je dat mogelijk maakt, dat maakt dit centrum al uniek in de wereld. In de wereld bestaat er niet zo'n plek als dit. Dat is dus fantastisch. Het zijn kinderen, hè? Het zijn kinderen en ook nog eens kinderen die niet altijd heel erg sterk zijn. En die combinatie tussen kinderen die kwetsbaar zijn en de kracht van sport, dat is wat je hier combineert. Nou, die combinatie maakt het voor mij volgens mij uniek. Waardoor heel Nederland zou moeten weten wat hier gebeurt. En dus ook heel Nederland geïnteresseerd raakt om deze club mensen, jullie, te steunen in wat je wil bereiken. Namelijk plezier geven aan die kinderen. Heel bijzonder intussen om te zien hoe Myron nu zelf ook andere jongeren helpt. Ja, daar zit je dan. Hè? Voor de zoveelste keer hoor je dit verhaal waarschijnlijk. Ja. Wat doet je dat? Nou, het doet me eigenlijk wel een beetje pijn als je hoort of van verdriet. Ja, ouders hebben door jou eigenlijk, ja, door jou is het misschien niet het goede woord, maar ja, dat ze dat meegekregen. Alsof je er wat aan kon doen? Nee, eigenlijk niet, maar aan de andere kant ook wel als je een beetje gaat vergelijken eigenlijk. Nou, je erfde natuurlijk toch het voetbaltalent van je vader, hè? Dat kon haast niet anders. Dat was zo prominent in dit gezin aanwezig. Dus heel lang heb je gewoon met de normale jongens meegevoetbald, begreep ik, ja. Tot je op het grote veld moest. Kan je dat moment nog herinneren dat je toen dacht, nu wordt het moeilijk? Ja, zeker. Nou, wat je al zei, ik heb de D-junioren, ga op een heel veld spelen. Maar dat deed ik ook een beetje in de periode dat ik zelf ging beseffen dat ik echt iets had, zeg maar. Anders was dan de kinderen zonder handicap. En als ik dan vaak moest sprinten, kom ik vaak iets te kort. Als ik moet draaien, was ik vaak iets te langzaam. Als ik een duw kreeg, viel ik sneller om. En toen ging ik echt wel merken van, hey, ik ben toch wel anders. Toen kwam echt het besef een beetje binnen eigenlijk. Jij gaat dan uiteindelijk een doel in je leven krijgen, wat je waarschijnlijk niet gehad had zonder hem. He, want wat je daar opgezet hebt, waarvoor je bij mij kwam destijds, waarvan ik dacht, nou ja, dat is veel te hoog gegrepen. Ja. Natuurlijk, je begon ook met een klein clubje. Ik geloof dat je 8 gehandicapte kinderen aan de sporten kreeg. 8 jongens en 2 voetballen, ja. Precies, en moet je eens kijken wat er nu staat. Ja. Ik heb dat voor onmogelijk gehouden. Hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Ja, weet je, ik in mijn presentatie zeg ik vaak, weet je, er komen nu heel veel mensen die willen mijn dromen kopiëren en die vragen dan mijn businessplan, weet je wel. Nou ja, dan kijk ik ze een beetje glazen gaan. Ten eerste zou ik geen business
plan kunnen schrijven. Ik ben gewoon mijn hart in achterna gegaan. Ik sta echt 7 dagen in de week op het voetbalveld. Loop dag en nacht in mijn trainingspak. En dat is mijn grote liefde en passie met die kinderen sporten. Dus ik denk dat dat de pijlers van mij zijn. Dat ik zo overtuigd ben van hetgeen wat ik doe. Ja, dat het heeft doen slagen. In plaats van een businessplan was er een hart. Een hart waarvan je wel eens gezegd hebt, een hart met een litteken. Ja, absoluut. Dat voel ik nog steeds. We zijn in 2014 zijn we binnen 3 maanden 4 kinderen verloren. Ja, weet je. Weet je, het is allemaal pluk de dag en dat soort dingen. Het zijn allemaal van die teksten, maar ik heb er nog steeds last van. En ik vind het gewoon zo oneerlijk, weet je wel. En ik weet ook dat er nog kinderen aan het knokken zijn en dat blijft moeilijk. Maar eigenlijk heb je door je zoon, hè, in alle verdriet, toch een geweldig doel in je leven gevonden. Ja, absoluut. Ik kan me heel goed herinneren. Toen ik pas begon, had ik een stukje in de krant gekregen. En toen werd ik door een heel oude mevrouw gebeld. Die had een heel krakerige stem en die had alle Gebbings uit de telefoonboek afgebeld. En toen had ze mij te pakken. En toen zei ze ook van, ja, meneer Gemmink, ik wilde u even bellen, want ik ben zo trots op u. En zeg ik, ja, mevrouw, maar liever had ik gehad dat mijn kindje geen hersenbeschadiging had. En toen was ze even stil, en dat was echt zo'n intelligente vrouw, weet je. En ze zegt, snap je dat er niet? Ik zeg, nee, wat bedoelt? Ze zegt, nou, dit is gewoon jouw lot geweest, weet je wel. Moest op jouw pad komen en jij moest dit oplossen. En op een of andere manier, ik ben niet zweverig of zo, maar geeft het me wel troost en inspiratie. De gemeente heeft dus echt meteen gezegd, dat doen we. Van der Laan is groot supporter. Ja. Je hebt natuurlijk altijd weer criticasters die zeggen, ja, luister eens, je moet gehandicapten integreren. Dit moet je niet apart doen. Maar daar denk jij ongetwijfeld anders over. Ja, zeker. Ik ben het volkomen mee eens dat de integratie moet zijn. En ik dacht altijd, nee, weet je, ik wil gewoon ook dat die kinderen dag en nacht kunnen trainen. Ze moeten een eigen plek hebben en we draaien het om. Op ons centrum zijn onze kindjes de baas en de verliede wereld slaat bij ons aan. Dus dat is ook integratie, alleen ik keer het om. Een geweldig verhaal. Vooral het verhaal van een vader en een zoon. Tot nu toe, want het Ronald McDonald Fonds heeft inmiddels andere prioriteiten. Vanaf nu staat het centrum voor de taak om zelf voor de benodigde financiën te zorgen. En dan bedenk je opeens, misschien was de opzet achteraf gezien toch iets te ambitieus. En moet zo'n schitterend complex bijvoorbeeld niet ook voor anderen toegankelijk zijn? Wat dat laatste betreft, het begin is er. Zoon Myron traint ook al met ouderen. De older friends. Maar toch. Elke kritische gedachte valt meteen weg als je ziet wie hier allemaal zo intens gelukkig bezig zijn. Neem nou deze Eva. Zij is een mooi voorbeeld van wat het Centrum voor Jongeren kan betekenen. Al jong kwam ze hier. Ze bleek een absoluut voetbaltalent. En dat ondanks de spalk die ze al haar hele leven ontmoet. Dennis dacht overigens dat Eva in het wielrennen het nog verder zou kunnen brengen dan op het voetbalveld. En inderdaad, Eva won 2 keer zilver bij het NK wielrennen voor gehandicapten en mocht zelfs naar het wereldkampioenschap in Zwitserland. Maar toch. Ik vond het heel erg gaaf om mee te maken, maar ik miste mijn teamgenoten en mijn samensportheid zo erg dat ik Only Friends toch wel heel erg aan het missen was. En na wat gesprekken met mijn coach daarover heb ik toch besloten om terug te gaan naar het voetballen, omdat daar toch wel echt was waar mijn hartje lag. Dus geeft ze weer als vanouds passes met rechts. En is ze Dennis nog steeds dankbaar. Dennis is gewoon echt mijn maatje. Hij heeft vanaf de eerste training hield hij mijn hand vast. En die heeft hij eigenlijk nooit losgelaten. Ik denk dat Dennis en ik elkaar wel heel erg naar elkaar toegegroeid zijn de afgelopen 13 jaar. Ik denk niet dat dat nog heel erg snel te breken is. Toen ik hier voor het eerst kwam, werd mij verteld dat kinderen met een beperking in een roze ook gingen kickboksen. Toen dacht ik, ja, kickboksen? Waarom ga je nou in godsnaam kickboksen? Maar als je ziet wat dat doet met die kinderen, dat ze dus ook meer kracht krijgen, daardoor rechterop zitten in hun stoel. Maar ook de vreugde die het met ze brengt. En sport, we weten allemaal dat sport geeft zelfvertrouwen, geeft kracht, geeft plezier. En je ziet gewoon kinderen zich ontwikkelen. Ik loop hier nu 14 maanden in de ronde. En ik zie kinderen hangend in een rolstoel binnenkomen. En een half jaar later zitten ze rechtop en stralen veel meer zelfverzekerdheid en kracht uit. Nou, inderdaad. Kijk. Dit is toch gewoon feest. Het zou fijn zijn als het bedrijfsleven nu nog meer het centrum gaat omarmen. Ook voor het bedrijfsleven is het denk ik veelal een onbekende parel.
En onbekend maakt het onbemind. Dus laten we beginnen met die verbintenis tot stand te brengen. En dan zullen ze zien dat ze daar ontzettend nuttig helpen, als ze daar bereid zijn te helpen. En ik weet bijna zeker, als je het ziet, dan ben je al veroverd. En ik wil niks liever dan helpen en deze oproep doen. Steun dit, misschien wel het mooiste sportcentrum ter wereld, voor de groep die het hardste nodig heeft. Ja, wat kan ik daar nog aan toevoegen? Dit unieke complex verdient het om door het bedrijfsleven te worden omarmd. U kunt er met uw organisatie een sportdag beleven of vergaderen, hoe dan ook, als u het gevoel heeft. Ik wil graag mijn bijdrage leveren aan het instand houden van het centrum. Ga dan naar deze website, friendshipsc, dus friendship met sc erachteraan, .nl. Daar kunt u zien hoe u het centrum kunt helpen om ook voor de komende generaties die onmisbare rol te blijven vervullen.